Hier ligt een boterham, alleen is die anders bereid dan onze normale boterham. Deze boterham is voor patiënten met kou- en slikproblemen. Mensen die bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad en daardoor problemen hebben met slikken of met kouwen. Naast een verrijking van de smaakbeleving voor patiënten is de boterham ook een gezonder alternatief. Wat belangrijk is aan gezonde voeding is dat mensen ook beter herstellen, minder kans op een longontsteking krijgen. Stel dat ze wondjes hebben die beter genezen. Dus het is echt wel belangrijk dat mensen goed eten en drinken. Eigenlijk is het zo dat we merkten dat er weinig alternatieven waren voor als mensen of de producten te zoet vonden of ze dus bijvoorbeeld suikerziekte hadden. Zeker voor de patiënt met diabetes is dat een grote uitdaging, waardoor dat we vaak insuline bij moesten spuiten. En dat voelde niet heel goed. Verslikken is bijvoorbeeld een veel voorkomend probleem bij patiënten met kou- en slikproblemen. In die gevallen is het aan logopedisten om in te grijpen. Dat is niet leuk. Dus we beseffen ons heel goed dat het even anders is dan anders. Maar daar willen we wel het beste proberen uit te halen door goede en gezond en verantwoorde voeding aan te bieden voor zover we dat kunnen. Hoe reageren de mensen, de patiënten erop? Patiënten zijn heel positief. Zeker in de beginfase toen we dit begonnen hadden we nog een patiëntencategorie die de vergelijking kon maken. Eerst met heel veel kwark, yoghurt, vla en nu de boterham. Ja, dit is hem dus, de puddingboterham. Het ziet er niet helemaal als pudding uit, maar het is het wel in feite. Maar het is eigenlijk ook gewoon een boterham met een goede laag paté. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Je kunt hem met mes en vork eten. En je kunt er ook op kouwen. Ik proef vooral heel veel paté. Niet echt een boterham, maar ik kan me voorstellen dat wat met je smaakbeleving doet als je weken, maandenlang alleen maar pudding eet.